Het CDR is verheugd u vanmorgen hier te verwelkomen bij het openingssymposium van de RAJO-opleiding voor de staande magistratuur. Na een voorbereiding van bijkans 2 jaar in constante samenwerking met het Openbaar Ministerie en met behulp van Studiecentrum Rechtspleging Nederland, die de opleiding is voor de rechterlijke magal daar, zitten wij vandaag hier. Met een modern, vernieuwd en aan de Surinaamse situatie ingerichte opleiding wordt middels deze opleiding verder gebouwd aan de versteviging van de rechtsstaat. Het CDR is daarom vereerd de opleider te zijn. Aan de RAJO's nogmaals gefeliciteerd met uw selectie en ik hoop dat u precies na 3 jaar, dat ik u precies na 3 jaar de hand mag schudden bij uw beëdiging en installatie. Het doel van deze opleiding is helder. Het versterken van de functionaliteit en effectiviteit van onze toekomstambtenaren. We streven naar een hoog niveau van vakbekwaamheid met recht toe aan de verantwoordelijkheden die dit beroep met zich meebrengt. Door deze opleiding willen we een solide basis leggen voor succesvolle carrières en een positieve impact op ons rechtssysteem. De opleiding heeft een duur van 3 jaar en bestaat uit een reeks gedeelte, namelijk meerdere interessante cursussen, en een praktisch deel waar het één of meer stages worden gepland. Bijvoorbeeld de stage bij de politie, zowel op de zorgde als ook op rechercheniveau, bezoek aan de cellenhuizen en penitentiaire inrichtingen. Het is geen geheim dat onze politiecellen overvol zijn. Het is goed dat u als RAJO een beeld daarvan heeft en dat u het beeld meeneemt bij uw advies aan de officier van justitie voor het wel of niet in verzekering stellen van de verdachte. Niet iedere verdachte wordt namelijk achter slot en grendel thuis. Daar zaken afgedaan kunnen worden met toepassing van de bevonden strafrecht, moeten wij hem ook daarvoor kiezen of gewoon niet laten insluiten omdat de onvermoed vrouwen daarvoor aanwezig zijn. Immers, ook een verdachte is een mens en wij zien slechts die ene inbreuk die is gemaakt van de rechtsorde. Maar dat maakt hem haar niet wat een minder mens. Wij zijn dan namelijk in vele andere opzichten een beter mens zijn dan wij. Een beter vriend, een betere partner, kind of ouder. Met de juiste inzet en vastberadenheid zijn de mogelijkheden eindeloos. Kernwaarden: integriteit, doorzettingsvermogen, enthousiasme, geduld, geloof in jezelf, motivatie en samenwerking zijn onder andere de hoeksteen van deze opleiding, maar ook van ons beroep. Integriteit. Binnen ons beroep is integriteit niet slechts een begrip. Het is een leidraad. Het is het fundament waarop het vertrouwen in ons rechtssysteem rust. In elke handeling en beslissing moeten we de hoogste mate integriteit handhaven. Doorzettingsvermogen. Vervolgensambtenaren staan ook voor uitdagingen die vaak uniek en veeleisend zijn. Doorzettingsvermogen is essentieel. Het is de kracht die ons in staat stelt om onrecht te bestrijden en vast te houden aan de principes van rechtvaardigheid, zelfs in de meest uitdagende omstandigheden. Enthousiasme en geduld. Terwijl we de lancering van de RAJO-opleiding vieren, wil ik jullie herinneren aan een onschatbare kracht van enthousiasme. Dat is een brandstof voor de keer voor jullie inzet en vastberadenheid. Samen met geduld, de stille kracht die het fundament van elke rechtsgang versterkt, vormen deze de pijlers van jullie toekomstige successen als toekomstambtenaren. Mogen jullie enthousiast en vol geduld werken aan het succesvolle einde van deze opleiding. Motivatie. Motivatie is de brandstof die jullie zal aandrijven gedurende de opleiding.